RTL Late Night is mislukt. Is het troost als het misgaat? Tegenslag misschien alleen in je werk? RTL Late Night is mislukt. Is het troost als het misgaat? Op het moment zelf niet. Want dan lijkt het alsof de hemel op je kop valt. Maar dan is het zaak, denk ik, om in je omgeving mensen te helpen hebben die troost kunnen geven of kunnen zeggen van ja, maar het gaat door. Dit is niet het einde. Dit is niet het einde. En die heb ik in mijn omgeving. En dat is onverwacht. Ik ben kort nadat dat gebeurd is, ben ik op pad gegaan naar vrienden in Amerika. Een goede vriendin van mij daar, Camilla, die kwam toen op een gegeven moment met de one-liner waar ik lang over heb nagedacht. Van, when the ego is crying, the soul is rejoicing. Als het ego huilt, dan knapt de ziel enorm van op. Ja. En dat werd af en toe een thema, soms om over te lachen en soms heel serieus. Want ik heb wel gevraagd van, hoe bedoel je dat? Nou ja, ze zei, ja, wij worstelen allemaal. Iedereen wil aandacht en applaus en liefde. En het is een soort, we zijn junkies. Maar dat is heel slecht voor je ziel. Zij is spiritueler, ja, by far, dan ik. En ik vond het een schot in de roos. Ik heb daar had ik echt wat aan. Ja. En dat is meer waar ik dan naar zoek. Naar mensen die mij snappen en kennen en die misschien wel wijzer zijn dan ik. Ja. Veel wijzer. En die je weer op het pad kunnen helpen. Wat is je ziel? Wat is dat? Ik denk dat het alles is waar het om draait. Dat de kern is. De kern van je bestaan, van ja, je het wezen. Ego is buitenkant en oppervlakkig. Maar kan wel pijn doen. Zeker. Als het gekwetst wordt. Zeker. En de ziel is juist gebaat bij rust en contemplatie en een wandeling in het bos. Ja, dat is de binnenkant. Dat is de binnenkant en dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Ik merk ook dat ik dat mis als ik te weinig de deur uit ga. Wat gebeurt er dan? Ja, iets ongedurigs, rusteloos. Ik bedoel, de natuur kalmeert enorm. Iedere wandelaar zal het bevestigen. Een gesprek in de natuur is anders, is mooier, makkelijker. En alleen rondlopen in de natuur brengt je op goede ideeën. Ja. Voor misschien wel een nieuwe televisieuitzending of een boek. Maar dat is weer de ego. Ja, maar het heeft ook te maken met de rust die het brengt. Maar kan ook op allerlei andere zaken, als iets mis is in je leven of iets zit tegen, dan brengt dat ook rust. En plaats de zaken in perspectief. Hoe oud word jij? Ik zou het niet weten. Maakt je ook niet uit? Geen wens? Nou ja, ik sta vol in het leven en ik vind het geweldig. Ik heb twee jonge kinderen nog. Tenminste, ik vind ze nog jong, 12 en 14. Ja. En ik zou het liefst all the way willen gaan en kijken wat er gebeurt als zij mijn leeftijd hebben. Nou, dat zal niet lukken. Ja, de rijkdom van een leuke familie, van een lieve familie, dat vind ik een van de allerbelangrijkste zaken in mijn leven. Ja. Je hebt ooit een verhaal gemaakt dat de positie van bisschop Gijssen in Limburg aan het wankelen heeft gebracht. Hoe ging dat? Er stond een klein artikeltje in Dagblad voor Noord-Limburg. En daarin stond dat een priester die net gewijd was, op de grond had gelegen in de kerk, als jonge jongen uitgestapt was. Heel kort na de priesterwijding. En dat vond ik een fascinerend bericht. Ik vroeg me af waarom. En ik heb contact gezocht met die jongen. En hij vertelde toen ik bij hem thuis op de bank zat, net zoals hier, geflankeerd door een vrouw, dirigente van het kinderkerkkoor, waar die verliefd op was geworden en die zwanger van hem was geworden, dat gezien werd als de reden dat hij uitgetreden was. Maar dat was een veel groter verhaal. En dat verhaal kwam erop neer dat hij als priesterleerling op de priesteropleiding Rolduc in Limburg bij Roermond verleid was door de rector, de directeur van de priesteropleiding. En toen viel ik wel van de bank af. Want het speelt allemaal voor het seksueel misbruik echt openbaar. Ja, ver daarvoor. En natuurlijk waren er al geluiden. Maar zo in detail had ik het nog niet gehoord. Dat was het echte verhaal. Dat heeft ertoe geleid dat de bisschop van Roermond in de problemen kwam. En uiteindelijk heeft de paus besloten van Gijssen is niet meer houdbaar in Limburg. We sturen hem naar het kleinste bisdom ter wereld van de katholieke kerk. En dat was het eiland IJsland, Reykjavik. Ja, wat gaf dat jou nog voldoening? Ja, dat vond ik wel fijn, ja. Ja? Ja. Ja. Dat jij daar een bijdrage aan... Ja. En waar zit die voldoening dan?
gerechtigheid. Omdat dat gerechtigheid was, ja. En dit had allemaal al veel eerder moeten gebeuren en aan het daglicht moeten komen. En gelukkig is dat later gebeurd. Maar veel kinderen, of in zijn geval jongvolwassenen, zijn natuurlijk het slachtoffer geworden van deze rotzooi in de katholieke kerk. En Gijssen dekte dat toe? En anderen. Ja. Ja. Zat daar nog iets in van ik, Twan Huis, uit het katholieke jongen uit het katholieke zuiden, moet meehelpen om deze stal uit te mesten? Ik vond het wel een belangrijk verhaal. Ja, ik vond het een heel belangrijk verhaal, omdat de kerk net deed alsof ze los stonden van de samenleving en God nog gebod ontkende. En deze mensen die hier zich schuldig aan hebben gemaakt, en dat zijn er veel, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, die kwamen ook niet voor een rechter. Alles werd letterlijk in de doofpot gestopt. Ja. We hebben kardinaal Simonus gehad, die in een uitzending van Pauw en Witteman heeft gezegd, wir haben es nicht gewusst. Ja. Terwijl de stukken en de dossiers en de aanwijzingen, alles lag in zijn kluis. En dat was op veel plekken in de wereld. Ja. Ik ben later correspondent geworden. Het was in Boston, in New York, in Washington. Overal waren deze verhalen verteld door mensen die misbruikt waren, jongens en meisjes. En ik vond het de schaal schokkend. En die verhalen blijven komen. Tot op de dag van vandaag, ja, het gaat mij door merg en been, nog steeds. Maar speelt daar ook mee dat voor jou is iets als, ja, dit is mijn achtergrond, dit kan echt niet. Was je boos? Ik ben wel boos geweest, ja. Ja. Wat was dat voor woede? Nou, ik vind in zijn algemeenheid dat iedereen die zich vergrijpt aan kinderen, dat, daar kan ik heel erg kwaad over worden. En natuurlijk in een instituut dat het tegenovergestelde voorstaat. Ja. Dat is natuurlijk gekmakend. Ja. Je hebt die kerk verlaten en toen al deze dingen speelden, dacht je dat is maar goed ook. Dat dacht ik, maar ik dacht ook later, een jaar of acht geleden, kwam er een nieuwe paus. Franciscus? Paus Franciscus. En die kwam onder andere aan het roer in Rome, omdat zijn voorganger aan dit probleem niks gedaan had. Die man leeft ook nog. Ja. We hebben nu twee pauzen, een ex-paus en een nieuwe paus. En ik heb wel met belangstelling gekeken naar paus Franciscus, wat hij gedaan heeft op dit gebied. En dat is wel. Hij is in actie gekomen. Hij is in actie gekomen. Je kan discussiëren over de vraag of het genoeg is, maar hij heeft niet niks gedaan. Hij heeft niet niks gedaan. En dat is al, voor de kerk is dat een revolutie. Dat is dus heel goed. En nu verraste hij weer de afgelopen jaren. Dan zat hij midden in de roos over een onderwerp wat ook heel belangrijk is. Namelijk de opwarming van de aarde. Ja, heeft hij en daar spreekt hij zich ook uitvoerig over uit. Dus ik moet wel zeggen, het brengt mij niet terug naar de kerk. Maar dit is wel interessant wat daar gebeurt met hem.